Nou, Feline, kinderburgemeester af. Wat vind je ervan als je zo terugkijkt op het afgelopen jaar? Ja, ik heb een zo'n mooie ervaring hier gehad. En ik heb zoveel leuke dingen mogen doen. Ik heb bij allemaal evenementen mogen zijn. En ik ben zo dankbaar dat ik dit heb mogen doen. Wat leuk joh. En wat is nou eigenlijk het leukste wat je hebt meegemaakt dit jaar? Ik heb natuurlijk heel veel leuke dingen mogen doen. Ik ben bij evenementen en feestdagen geweest. Het leukste vond ik altijd wel bij grote evenementen zijn. Meestal met feestdagen. En om daar dan een woordje te doen, daar genoot ik altijd wel van. Want dat is best wel, je hebt ook echt wel voor grote groepen leren spreken. Hoe vind je dat? Ik vond het heel leuk om te doen, nu nog steeds. En ik denk dat het je ook heel erg helpt met je zelfvertrouwen. Ja, dat is leuk om te horen. En zou je er later nog iets mee willen doen met de ervaring die je nu als kinderburgemeester hebt opgedaan? Op dit moment zit ik natuurlijk op de middelbare. En ik ga denk ik gewoon een beetje kijken wat ik interessant vind. En misschien kom ik later weer een beetje hetzelfde pad op. Ja, dan heb je in ieder geval hartstikke goede ervaringen opgedaan. En Feline, ga je het missen? Voor een deel ga ik het natuurlijk wel missen. Voor een deel ben ik ook wel een beetje blij dat ik er klaar mee ben. Maar ik heb hier zo'n leuke tijd gehad en dat ga ik zeker missen. En heb je nog tips? Want Sebas is natuurlijk net geïnstalleerd als de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Lingewaard. Heb je nog tips voor hem? Ja, ik denk wees gewoon jezelf, wees niet te nerveus, want het komt allemaal goed. Dat is een hele mooie tip die je daar gegeven hebt. Nou, hartstikke bedankt voor het interview. Ja, jij bedankt. Je laatste. Ja. Thanks for watching. Please like and share the video in social networks and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.